Hallo allemaal en welkom bij de vijfde, ja alweer de vijfde aflevering van Dylan vs. Marco. In deze aflevering moeten Dylan en Marco opnieuw strijden en Call of Duty Black Ops Cold War voor de beste resultaat, oftewel de meeste kills. Maar natuurlijk kunnen we de hele tijd een submachine gun gebruiken of een ander wapen. Maar deze week moeten Dylan en ik met de Magnum. Niet het ijsje, nee. Het pistooltje. Maar we mogen geen dual wield gebruiken. Want dan wordt de Magnum iets te sterk en dan wordt de challenge ook een beetje makkelijk. Dus daarom hebben Dylan en ik overwogen om gewoon een single weapon, dus gewoon één wapen te hebben. En daar mogen we alleen kills mee maken. Hebben jullie er nou zin in? Dan vragen Dylan en ik zoals altijd om op het abonneerknopje te drukken. En ik zou zeggen, geniet van de video. Ja, flip. Hallo daar. Waarom ga ik ook met zulke sauswapens spelen, echt? A secure. Securing Bravo. Fucking hell. Zo, moet iemand drie keer hitten, wat is dat nou weer? Ah. Hij stond gewoon te pre-fire, hè, die klootzang met die Mac 10. Die weet. Oh, ik had hem nog bijna ook, hè. Waarom dat die gast daar staan? Praktisch. Met dual wield is zoveel beter, hè? Je moet gewoon in één keer neer. En, Ja. Oh, ik zit er op twee. Spam vandaan. Ik kan toch helemaal niks zo. Wij kunnen helemaal niks zo. Niet alleen jij, maar wij. Ik heb hetzelfde wapen, hè? Hij betrekt alleen hem erin, hè? Ik ben niet meer van toepassing. Zie je? Mac 10 boven, campend. Man. Man, dat zijn we goed. Op een 7 streak zat die gast. Hè? Op een 7 streak zat die Mac 10 gast. Ja, jammer voor je, joh. Jij hebt de ziekste spawncamp. Ik had echt de ziekste spawncamp ooit. Je hebt ook heb jij een care package al? Ja. Lekker ouwe, ik ook. Ik zat er een keer op een 7 streak gewoon in 2 minuten. Nou, nog ineens in ja, ik zag gewoon. Die killfeed ouwe. Jij hebt dit is voor jou. Een death machine. Nee, deze is voor jou. Je krijgt toch een plaatje te zien. Stekken! Oh. Ik heb een harp. Hey! Ik ga hem volgende ronde wel pas gebruiken hoor. Oh! Tering, ouwe. Je doet echt niks beters in je leven, hè? Ik denk dat dat is. Oké, ik heb hem. Wat? Dit gaat nergens over. Dat ding is zo onaccuraat soms. Het gaat echt nergens over. Ik sta naast iemand met dat ding op hem gericht en mis. Nu ook, het naampje is rood en ik schiet nog mis. Oh. Dat gaat nergens over. Wow. Teammates, let eens op! Ik sta ook zo fucking vies te campen hier, hè? Teammate! Ik moet iemand 40 keer hitten, hè? Ik heb iemand zo vaak. Dankjewel, teammate, dat je 5 minuten 1 kill confirmed van alle goals die geraakt hebben voor iedereen. Dankjewel dat het zo fucking lang moet duren. Het hoofd, dan moet hij dood zijn. Dan moet hij neer te vallen. Niet gewoon. Blijf bij zijn top. Maar je hebt nog die death machine, ja, hè? Kijk, ja. Dit was top. Lekker man. Dit is zo fucking dom. Hier dan. Ja, misschien schiet je ook alles mis, hè? Ja, maar je ziet dat die naam rood is en ik zie echt dat die op dat lijf staat, hoor. Nee. Ik heb trouwens nog 2 kills gemaakt, maar dat zie ik niet waarom. Nee. Nou en. Dat weet ik. Ik heb de killfeed gezien. Ja, ging heel erg lekker daar. Ik denk, Dylan gaat hem echt tyfus hard inhalen straks.
Seize the objectives. Ik vind je niet zo schreeuwen, Dylan. Oh mijn god, zie je dat? Oh, wat ben ik scheef. Nee! We gaan nu wel heel vaak dood door die attack kilo. Oh, en hij heeft zijn warm machine. Je bedoelt de camper heeft zijn warm machine. Ja, de camper heeft zijn warm machine. Bam. En ik heb hem ook te pakken. Ik was helemaal klaar met die kutcamp. Als je dat gaat doen nog, dan vind ik je echt tyfus zielig. Nou. Waarom moet ik reloaden als iedereen er spant? Ik had weer in die, ik stond weer goed in die span en weer. Zo versteerd. Ze hadden dubbele streaks, hè? Gewoon een strever en een attack helikopter. Ja, en ik ga niet dood, die strever in. Dan kan je toch gewoon beter wachten voordat hij voorbij is. Ah, ik spande midden in de map. Ja, maar dan heb je nog spawn protection, hè? Oh my god! Je gaat niet meteen dood. Tenzij je schiet, dan gaat hij eerder over je spawn protection. Kom op, care package. Drop iets goeds voor mij. Hard was super lekker, maar ik heb vrij weinig aan met Magnum. Ik kan het spijplein. Ik moet hem niet nog even leggen. Ik ga dood waarschijnlijk. Oh, wat viel daar neer? Mijn hele beeld tript heb ik schot alles mis. Napalm. Kut napalm. Godverdomme, ouwe. Daar ging mijn hele beeld. Je gaat serieus een air patrol inroepen voor een counter spy plane? Dat vind ik je ook wel heel erg sneu. Lul. Spawn campen nog, hè? Met de tech 9. Allemaal. Terwijl ik een Magnum heb. Kijk eens. Ik heb op zich daar redelijk gedaan. Waarom schoot je niet? Als ik het nu niet meer heb, dan kun je gewoon zeggen. Heb je weer een dev machine eruit? Ja. Wauw. Die Void, jongen. Waar. Hé, hé, ja, nu flippen. Weer ga ik dood. Hoe lang blijft die fucking streefrun in de lucht? Wist het. Ja, nu gaan we ook vies terug doen hoor. Als jullie vies gaan spelen, gaan wij ontzettend vies terug spelen. Ik schoot alles mis. Waar ik stond vast? Waar stond ik vast in? Ik kon geen kant meer op. Oh mijn god. Eén seconde buiten, meteen doodschoten door die attack helikopter. Hebben wij een Magnum? Hebben wij al een... Ja, disadvantage en dan blijven ze zo vies doen. Ja precies, we kunnen nu niks. Er staat iemand bij de deur. I know. 39. No! Oh ja, goed, nee! Oh, die death machines hielpen jou wel volgens mij, of niet? Ja, nee, de warm. Ja, nee, ja, een beetje. Mijn death machine 3 kills, de tweede keer met 2 kills. En mijn warm machine had ik ook met 2 kills. Ja, ik had... 3 uur en een 10 kilo, die dacht nog steeds bediend weg. Ik heb een keer gewonnen jongens, ik voel me onoverwinnelijk. Helemaal emotioneel, wil je nog een speech doen? Ik vind dat dit potje de winnende ronde was, dus ik heb nu de serie gewonnen. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Ik ben de grappenmaker van de Bingo Club. Willen jullie in seizoen 2, willen jullie Marco nog een keer zien verliezen? Dat kan. Dat kan. Ook geen probleem natuurlijk. Geld mag je doneren naar mijn rekeningnummer. Dat is natuurlijk Rabo NL 18. Nou, iedereen mag in een deuk. Marco, ik heb een leuk mopje. Wil je me horen? Nou. Er komt een homo met kiespijn bij de tandarts. Zegt de tandarts, ik denk dat we moeten trekken vandaag. Waarom de homo vervolgt. Oh nee hoor, tandarts. Nu niet. Ik heb zo'n last van mijn kiezen. Dat is leuk, hè? Ontzettend. Noem je een homo die Indiaan is. Indianus. Dylan, gefeliciteerd. Je hebt 7 kills meer weten te bemachtigen dan ik, Marco dus. En dat betekent dus, Dylan, dat jij een puntje erbij krijgt. De tussenstand telt als volgt. Ik
zelf, Marco dus, heb 4 punten en jij hebt er 2, Dylan. Nogmaals, Dylan, goed gedaan. Je moet nog 2 punten halen om me in te kunnen halen. Maar hebben jullie nou genoten, mensen? Dan vraag ik Marco en Dylan om op het abonneerknopje te drukken. En dan zou ik zeggen, tot de volgende week weer. Doei doei!